Selko Petrovic, 5-0 tegen een tweede divisionist, hoogste tegenstander tot nu toe. Tevreden? Ja. Nee, niet tevreden. Ik, qua resultaat is goed, maar ik denk dat dat normaal is als dat BWO moet tegen amateur spelen, dat ze gewoon winnen. Ondanks vind ik dit gewoon een geweldige tegenstander en Katwijk is gewoon echt een hele goede ploeg. Maar niet tevreden, een beetje te traag tempo. Bal liep niet zoals we op de training doen, dat vind ik ook mooi om te zien tijdens de training. Ik vind ook dat we moeten niet verstoppertje spelen. Moet je wel vrij komen, niet bang zijn, gewoon lef tonen dat je wil voetballen. Qua resultaat is oké. Veel kansen gecreëerd. Hier hebben we een stuk of 4-5 kansen gemist, 100% kansen. Maar goed, wil is wel. Zij willen wel, maar qua tempo vond ik wel heel laag in alles. Ook qua druk zetten, kortdek, vastzetten. Vind ik wel dat het moet wel in alles wel een beetje 20-30% omhoog. Ligt het eraan dat je nog maar net begonnen bent of is het ook echt de wil om het te doen? Nee, zij willen graag. En dat is de derde week dat we trainen. Ik heb echt geen één dag gehad dat ik iets moet zeggen. Jongens, kom op en moet meer, moet dat. Dan is het gewoon perfect. Ja, enige wat vond ik vandaag veel te laag tempo. En dan is het wel lastig om te spelen. Dit is de tweede divisionist. Maar met laag tempo en circulatie van de bal. Dat is ook niet makkelijk tegen dat soort clubs te spelen. Dus van dat betreft ben ik niet tevreden. Maar voor de rest is het gewoon prima. Je bek, José San Román. Wat vond je van hem? Niet zoals ik hem ken. Hij was een beetje zoekend, hè? Ja, dat is ook zo. Maar goed. Hij heeft 1 week getraind in Argentinië. Dat is alleen maar aan lopen en lopen en lopen. Dus dan is hij 3-4 dagen in Nederland met jetlag en zo. En 2 keer met ons getraind. En dat is gewoon een prima jongen, een hele goede jongen. En dan merk je ook dat iedereen in de groep is tevreden met hem. Alleen maar hij moet wel beter spelen en dat zou hij ook doen. Je zit nu in week 3, bijna week 4. Dan ga je op trainingskamp, even in de luwte, lekker met je groep werken. Maar je hebt nog steeds zo'n kleine, smalle groep. Wanneer komen er wat mensen bij? Ja, ik denk komende 2 weken. Ja, maar dat goed, dat kunnen we niet aan. We moeten wel verstandig zijn met de club, omdat als dat niet kan, kan dat niet. Ik denk dat dat kan nog, maar goed. Wat voor reden zou het bijvoorbeeld niet kunnen? Ja, goed, dan moet je met de directeur praten. Ik vind ook belangrijk dat misschien personeel en iedereen hele jaar normaal op tijd salaris krijgen, dan dat wij 3 spelers extra krijgen en dan mensen in kantoor die moet voor familie werken en huis betalen en alles, dat ze misschien tekort komen. Daar is het wel belangrijk dat de directeur is daar wel bezig, dat er wel alles klopt, budget en alles, dat we niet in december problemen hebben. Maar ik verwacht wel, ja, daar ben ik van overtuigd dat er gewoon 3-4 spelers nog komen. Dat is gewoon realistisch, 3-4, zonder dat je in de problemen komt financieel. Ja, dat denk ik wel. Maar goed, ik noem maar wat. Ik weet wel wat er soms hier gebeurt. Maar die risico moeten we niet nemen. Ik vind dat het ADO moet wel gewoon goed kunnen functioneren in alle opzichten. Nou, soms heb je een jaar met meer financiële middelen. Soms heb je een jaar met minder financiële middelen. Dus dan moeten we wel gewoon met goed overleg even kijken wat er belangrijk is. Iedereen weet dat het belangrijk is dat er nog 4-5 spelers komen. En dan komen ze zeker, denk ik. Tot slot, Raymond Mulder. Gaat hij jouw staf versterken? Ja. Rond, hè? Ja, rond. Ja. Hij wordt keeperstrainer, ja. Feyenoord zat er nog heel even achteraan, maar hij gaat bij ADO blijven. Hij gaat bij ADO blijven? Hoezo Feyenoord staat achteraan? Je wilde hem nog even hebben. Raymond? Ja. Ja? Echt waar? Ja, dat wist ik niet. Ik weet wel dat hij moest iedere dag bij de werk melden. Dus hij was ook bij Feyenoord geweest. Dat weet ik niet, maar die wilde hem hebben. Ja, goed. En dan zijn we blij. Gewoon goede man, leuke man. Super enthousiast. Blij dat hij bij ADO mocht komende 2 jaar werken. En dat is ook het allerbelangrijkste. Dat we gewoon onder elkaar leuk hebben en goed hebben. En dat vind ik het allerbelangrijkste.